De wijziging van de Rijwet 1971 is gisteren met algemene 42 stemmen aangenomen in de Nationale Assemblée. De wijziging van de Rijwet heeft tot doel om verkeerscriminaliteit te voorkomen en gedragsverandering teweeg te brengen ten behoeve van de verkeersveiligheid. VAP-assembleelid Guandrai Wang hoopt dat de wijziging van de Rijwet geen papieren tijger wordt. We moeten in het geheel niet vergeten dat hier ook gaat om een mentaliteit die veranderd moet worden. Jaar en dag wordt geschreeuwd dat het verkeer veilig moet worden. Dat kan pas als ieder beseft dat ieder deelnemer een eigen verantwoordelijkheid heeft. De regering kan zoveel maatregelen en regels instellen, maar uiteindelijk ligt het aan de weggebruiker. Die moet meewerken aan een veilige verkeerssituatie. Meneer de voorzitter, zelfs in de verkeersveiligheidsmaand vorig jaar is de bewustwording er niet dat we allemaal veilig moeten zijn in het verkeer. En met een gewijzigde rijwet zullen de nodige stappen worden gemaakt om te gaan richting veilig verkeer. Vanuit deze plek doe ik een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk met elkaar rekening te houden in het verkeer en zoveel als mogelijk hun aandacht te schenken op de diverse verkeersborden. Guandrai Wang. Rabin Parmeser zegt dat de NDP-fractie graag had dat er een integrale wijziging kwam van de rijwet. Volgens hem zijn er nog meer aspecten die in de wijziging meegenomen moesten worden. Dat is helaas niet gebeurd. En daar hoop ik dat we dit over een paar maanden, de minister, de regering, met die staatsbesluiten komt. En gauw daarna, dat hopelijk volgend jaar, dat we met een revisie komen, dat we hard aan gaan werken, voorzitter. En dat tegen de achtergrond dat de verkeerscriminaliteit enorm toeneemt. Daarnaast ook het gedrag of het wangedrag van bestuurders of deelnemers in het verkeer. Daar moet verandering komen. Dat soort en meer elementen zullen we in de nieuwe wet harder moeten aanpakken en concreter moeten beschrijven. De reactie van Kenneth Amoksi van Justitie en Politie was dat behalve in de rijwet er ook in operatie Veilig Suriname voorstellen zijn gedaan die moeten bijdragen aan het voorkomen van verkeerscriminaliteit.